26 jaar. 118 kilo. Leo heeft al eens meer wedstrijden meegedaan. Is derde geworden bij de Superman 192 en zesde bij de sterkste man in Noord-Nederland. De tweede man is bekend van de televisie, is Piet Flikkeer. 140 kilo, 29 jaar oud. Piet is eerste geweest op Vlak 1, vierde bij de Superman van Noord-Holland vorig jaar, tweede bij West Nederland en achtste bij de Nederlandse kampioenschap. En ik zie trouwens dat hij ook nog eerste is geworden bij de verkiezing van Miss Jippendel in Nederland. Dan krijgen we ook Paul Smeets. 30 jaar, 135 kilo, man woont in Heerlen. Sterkste politieagent van Europa. Gedeeld eerste vorig jaar bij de sterkste man van Gooien Vechtstreeks. De sterkste man van Noord-Nederland. Vierde bij de sterkste man van Nederland. Klopt hè? Gerard Bak, uit Huizen. 114 kilo, 34 jaar oud. En dat is een debuutwedstrijd. De eerste keer dat hij meedoet. Krijgen we Peter van der Dom. 30 jaar en slechts 118 kilo. Tweede seizoen van wedstrijd. Dirk Berkij. 29 jaar, 110 kilo. Vorig jaar 10e in Uitgeest en 11e in Oosterwolde. Dan krijgen we Arnold Fibet. Uit Ede, 28 jaar, eerste sterkste man wedstrijd. Jan Bom. 39 jaar, 113 kilo. Woonachtig in Delft. Vierde in 87 bij West Nederland. Nederlands record 8 keer in 86. En derde Nederlandse kampioenschap bodybuilding in 87. Mag ik me een beetje hier bij jou? Ja, dat ja. Even kijken, dan hebben we als laatste Ben van Lier. Compleet met fanclub. 32 jaar, 123 kilo. Woonachtig in Watering. Dit is een comeback. De laatste wedstrijd heeft hij 5 jaar geleden gedaan. Come on.
tijd, Gerard. Pak hem, pak hem. Ja! Derde tijd, hè? Het is geen slechte tijd. 29,74 honderdste. Dat zijn de 50, jongens. Dat zijn
25 meter heeft Piet er ook alweer op zitten. Piet moet geacht worden om bij de 60 meter in de buurt te kunnen komen. Misschien zelfs eroverheen. Kom op!
nog niet te laat op dit onderdeel, joh. Arnold.
stoot op. Goede deur. En het gewicht 2 seconden lang boven het hoofd houden. Dan was het de beurt goed. Theo Berkelaar. Kom op! 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 Kom
echt ontzettend veel moeite kost. Jan probeert van alles met het touw. Weer spagaat op toe onderaan. Helaas, de tijd voor Jan is op. Voor Dirk. We gaan naar Ben van Pier. In gevecht met 300 kilo's. Dus zo snel mogelijk over 15 meter naar hem toe moeten. Ja, klaar. Ja! Go! Kom op, Ben. De eerste meter heeft Ben te pakken. Elke keer moet het nu opnieuw op gang gebracht worden. Parcours alvast een beetje. Dan maar door, Ed. Zijn lichaam is hefboom, maar helemaal niet verkeerd eraf. De rubberploeg staat als één vrouw achter Bram. Ik ben met Bram de huis straks, dus geef op. Kom op, Bram. Geef die groep maar, ga het halen. Kom op, Bram. Vandaag, eerste wedstrijd voor de man.
We krijgen nu
22, 18 seconden, dat moet je kloppen, jongen. They say when you die, you go to another world with white clouds, white angels, and really white gates. Look, if being black is so wrong, then I don't want to be right. Kom op, hè. Raak de lijn op. 300 kilo. Ik ga voor
Come on.
van de game hebben voor de mensen die op hè? Verschillende sterke mensen is gelopen. Alles op niks, jongen. Op iets. Yeah.
seconden nu. Laatste zak, 1 minuut 5 seconden. Wordt een snelle tijd, denk ik. Klok rond de 1.12. Deze heren hebben een andere tactiek, die beginnen met de zakken zo. Misschien hebben we het zo slecht idee. Rennen! Voorsprong van Peter. De man heeft de turbo ingeschakeld. Ja, maar je hebt ook nog niet buiten. Ja,
helikopter, 7 plaatsen geëindigd met 24 punten, Gerard Bark. Op de 6e plaats met 30 punten is geëindigd Ben van Lier. Thank you.